Alsjeblieft. Schattige poppen uit de prullenbak. Je hebt net genoeg. Dag, we waren op zoek naar een huis. Wat moeten we hiermee doen? Hallo? Hallo? Wauw, ze zijn echt. Laten we gaan. Hier zijn we. Wauw. Dit is voor jou, klein suikerhuisje. Geweldig. Haha, er is meer aan de hand. Wauw. Schiet op, open je geschenk. Wat vind je ervan? Weet je, er zijn naast jou ook veeën. Ik kan ook een mooi huis tevoorschijn toveren. Wauw, een echt huis. Ik scheur al het inpakpapier eraf. Nee, dat doe ik. Geef me de boog. Nee. Je eigen huis wacht op je. Je mag de strik hebben. Wauw. Wil je het uitpakken? Ja. Alsjeblieft. Laten we deze plek schilderen. Hey, waarom kunnen we niet schilderen met een knip van onze vingers? Nee, nee, nee. Dit vraagt om een penseel en verf. Kijk, ze gebruiken nog steeds penselen om te schilderen. Dus zo van vroeger. Woef, ze zijn gemeen. Ik ken de sleutel tot de perfecte verf. Verse kruimelige grond. De schaduw is geweldig. Daar, dit zal voldoen. Geef mij de knuppel. Perfect! Het is algemeen bekend dat de beste manier om verf te roeren het gebruik van vleermuisvleugels is. Het gaat geweldig met mij. Verf is klaar. Dat is een schattige tint. Wat is Zemermin hier aan het doen? We pakken een roller en blauwe verf. Hier. Wauw, dat is eenvoudig. Ik laat het huis zo schilderen. Kijk, ze vermoorden het. Oh, ik zal een handje helpen. Het is nogal moeilijk als je geen verf hebt. Oeps. Hey, laat vallen. Ga terug naar je huis. Laat ons met rust. Op weg naar de snelle en furieuze modus. We krijgen het huis in een mum van tijd klaar. Wauw, ik vind het geweldig. Zijn ze al klaar? De vampieren houden het bij. Rivalen. Ze gaan me failliet laten gaan. Ze gaan hun huizen verkopen voor $2000 door mijn klanten te stropen. Ik zal de prijs moeten verlagen. Promotie, een huis voor $499. Kom op. Ik moet hem nog verder verlagen. En dan zal ik drastische maatregelen nemen. Verkoop, slechts 99 cent voor een huis. Dit is gek. Nee, dit gaat niet gebeuren. Ik doe er iets aan. Ik neem mijn rivalen mee. Jij, laat de knuppel vallen. Het is niet wat je denkt. Nee. Wauw, lekker schommelen. Wauw, hij komt niet snel terug. Ik gooi de borden weg. Wacht even. We zouden ze kunnen schilderen. En verander ze in tegels. Ja, klinkt als een plan. Ons dak klapt. Dit glas kan ook van pas komen. We hebben witte verf nodig. Hier is een zeebellenpatroon voor een muur. Hoe ziet dat eruit? Wauw, ik zal helpen. Het is schattig geworden. Kijk, ik heb een glas. Waar hebben we het voor nodig? Wat? Oh ja, perfect. Meer zwart. Perfect. Ons dak is net zo goed als dat van onze buurman. Wow, deze bekertegel is uitstekend. Maar waar is de deur? Laten we het schetsen met een kompas. Nee, het werkt niet. Juist, ik heb scherpe tanden. Klaar. En dan? Raak maar. Wauw, het heeft geholpen. Ik moet eer geven aan mijn mooie hoektanden. Wauw. Glimlach, ik zal een foto maken.
Oh, het is een plaatje voor de tandarts. Natuurlijk, dit is een geweldig idee. Huh? Hier is onze deur. Je kunt al vanaf een kilometer afstand zien dat het huis van een vampier is. Ja, heilige hoektanden. Wat moeten we doen? Dit is wat ik denk. Pas op. Heerlijk. Waar maken we een deur van? Eén momentje, we vangen er een. Hier is hij, onze huisdierenhaai. Tadaa! Wat vind jij van onze scherpe entree? Het is adembenemend. Eet, babyhaai. Wat? Voer de haaien niet te veel? Hoe dan ook, het is maar een deur. Er is een explosief pakket voor je. Dynamiet! Daar, het is van jou? Nee, het is een cadeau voor jou. Ha! Hallo jongens, druk op de like-knop zodat het dynamiet afgaat. Oh ja, blijf doorgaan. We zijn nog maar één like verwijderd. Ho, 1 miljoen keer bedankt. Jij hoort hier niet. Sla hem alsjeblieft niet. Nee, nee, nee. Wauw. Goed gedaan. Hallo, wil je met de bal spelen? Tuurlijk. Mijn prachtige glas in lood. Het komt eraan. Woeps. Oh, nee, nee, nee. Ballen zijn vanaf nu een harde nee. Je vernietigt mijn huis niet, stuk rubber. Kijk. Au. Woeps. Oh, dat is gewoon prachtig. Wauw. Gothic chic. Neem even een pauze, Zemermin. Ik heb het voor je. Het raam gaat hierheen. Vervolgens ben ik aan het naaien. Oh, misschien willen we een koptelefoon op Zemermin zetten? Daar, alles klaar. Op het lijf geschreven. Kom hier. Kijk eens hier. Wat is er aan de hand? Zwembad noedelgevecht. Oeps, mijn fout, Zemermin. Dat was niet de bedoeling. Stop met rommelen. Oh. Wat is dit voor rotzooi? Ik bewaar dit. Weet je, ik heb iets voor je. Ja hoor, ze heeft snacks tevoorschijn getoverd. Schat, thuis, nu meteen. En dat pak ik ook. Wat ben je aan het doen? Wil je me helpen? Verf deze stokken zwart. Alles klaar. Precies wat je zoekt. Oh ja. Laten we kaars aan onze kolommen toevoegen. Prachtig. De mand gaat hierheen. We moeten veel van dit soort cirkels knippen. Ze zullen veranderen in zeewier en koralen. Plaats dit op de zijkanten. Wauw. Het voelt alsof ons huis uit zeewier is gegroeid. Ah. We kunnen van dit bord iets schattigs maken. Kom hier, zeepaardje. Oh. Overtrekken. Yeah. Uitknippen. En bevestigen. Prachtig. De zeepaardjes zijn schattig. Het mandhek hoort hier niet. Wow. Goed gesprek. Jij bent zo slim. Wat de muur betreft, er zullen enkele vleermuizen op leven. Uitstekend. Ho! Help, ik zit vast. Wacht even, ik laat je eruit. Ben je goed? Stom net, het hoort in de prullenbak. Neem de tijd, we kunnen het gebruiken. Nu hebben we een hek. Voor wie is de bezorging? Door Sprookjesland, over de pas van Ladybug, regelrecht naar het huis van de vampier. Ik denk dat het voor jou is. Geef me een kist. Oh, perfecte botten en een oog. Ja. Goh, hier is wat geld. Het is oké. Zo gevoelig. Waar is de man? Hier is je krans.
Oh, bedankt. Nou, laten we het hier rondgooien. Huh? Wauw, dat is een schattig hekje. Het bot is prachtig. Wauw. Er ontbreekt een bot. Ah. Help, waar is mijn bot? Ga weg. Het is zo eng. Dat is alles. Ik ben er klaar voor. 1 minuutje. Wij hebben een rode loper. Oh, dat is geweldig. Welkom. Ik regel de pijpen. Oké. Hé, wat is daar? Kijk, het oog is raar rond. Een perfecte deurknop. Meisjes, kom hier. Wil je een hoop geld verdienen? Verkoop je huis aan mij. Wat? Het is nepgeld. Blijf vliegen. Een veilige vlucht. Hé, schat, kom hier. Kijk eens wat ik heb. De pijpen vormen mooie planken. Leg dit decor erop. Goed bedacht. Kwallenlamp. Wauw, en een schilderij uit een onderwatermuseum. Het hoogtepunt van ons ontwerp. Mijn sieradenplank voor kistjes. Stijlvol en donker, helemaal in mijn straatje. Wauw, een vleugje rood. Hier plaats ik mijn bottentafel. Het geeft chic. Wow. Zo mooi. Laten we nu griezelige verhalen vertellen. Hun huizen zijn bijna compleet. Oh, hey, laten we naar een zwembadfeest gaan. Oh ja, ik heb een beter plan. Laten we gaan. Ons zwembad opzetten. Goedemiddag, buren. Wie is dat? Hey, wie is dit? Geen idee. We bouwen een huis ernaast. Hey, schat, wil je meedoen? Ik wil naar een zwembadfeest. Oh, dat zou ik kunnen laten gebeuren. Duiken! Hallo, ik kan niet ademen. Oeps, niet goed over nagedacht. Welkom, wil je chillen bij het zwembad? Ik wel. We kunnen het hier bouwen. Ik zal hier een fundament van maken. Bouwen is moeilijk als je een staart hebt. Ik moet dit oplossen. Magische elixir zal me helpen. Ik breng een heel klein beetje aan. En zo verandert de staart in voeten. Nu kan ik blijven werken. Klaar. Leuk werk. Wat is dat? Er zijn heel veel interessante dingen. Schoonheidsdingen. Ik zal het proberen. De stuk in elkaar zetten. Nee, je kunt niet met mijn make-up spelen. Dat is gemeen. Ik heb je hulp nodig. Oké. Houd de oefening vast. Bedankt. Kijk, het is niet zo'n groot probleem. Wat is dit? Oh, ik ben in een zeemermin veranderd. Waar is het kind? Uh-oh. Geef het nu en help me. Ik bedoel, je hebt de staart niet nodig. Terug naar de mens. Zullen we het zwembad afmaken? Helemaal. Laten we gaan. Ik snap het niet. Ze had al een tijdje geleden thuis moeten zijn. Waar is mijn kind? Excuseer me, heb je dit meisje gezien? Ik niet. Hoe komt dat? Agent, ik zoek mijn dochter. Ze is niet thuisgekomen uit het zwembad. Ik kan je helpen. Auw! Laten we de bodem van het zwembad sterker maken. Ik ga met de nietmachine. Oh ja? Goed dan, ik zal je een lesje leren. Ah, help! Oef, ik ben weggevaagd. Ah, je bent betrapt. Nee, het is andersom. Ik geef toe. Haha, ik heb gewonnen.
geen water meer. Ik heb wel wat geur. Mijn staart is terug bij mij. Wat jou betreft, ik ben aan het inhalen. Oh. Oké, je mag je parfum hebben. Je bent zo leuk. Jij ook. Zullen we het zwembad vullen met water? Absoluut. Waar is het water gebleven? Nog updates, agent? Kan niet horen. Heb je haar gevonden? Ik heb niet. Wat doen we? Hey, misschien wil je de kraan dichtdraaien? Je bent nergens goed voor. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Loungestoelen zullen op de beste plek staan. Mijn eigen kenmerkende onderwaterdrank. Wil je er één? Nee. Wat dan ook. Er is nog geen water. En ik snak naar een zwembad met water. Sorry, zwemmen zit er niet in voor ons, denk ik. Zouden je tranen genoeg kunnen zijn om het te vullen? Mijn meisje, waar ben je in vredesnaam? Hoe kan ik je vinden? Jongens, druk op de like-knop en help mijn dochter te vinden. Ik hoor iets. Schatje, ben jij het? Bedankt, jongens. Mama komt eraan. Wat is dit voor plek? Schatje. Oh, vreemdelingen, beweeg. Oh, klaar. Wat heb je gedaan? Dat is mijn moeder. Breng haar terug. Oeps, prima. Even geduld. Mijn meisje. Sorry, ik had geen idee. Zeemermin, leuk je te ontmoeten. Hier is je drankje. Maar het is leeg. Dat regel ik zo. Een druppeltje magie en het glas is weer vol. Goh, ik ben geobsedeerd door deze plek. Wat is er met het zwembad? Ik heb water nodig. Het zwembad. Schatje, wat is er aan de hand? Geen water? Ik weet wat de truc is. Hier is het. Brandkraan. Het enige wat jij hoeft te doen is de kraan open te zetten. Dat is het grote probleem. Hoe kalmeer ik haar? Ik weet het. Wat is dit? Waterlelie. Ziet er schattig uit. Dat doet het. Wil je helpen het zwembad te versieren? Geweldig. Ons zwembad is het mooiste zwembad ooit. Reken maar. Missie voltooid. Ik moet terug. Start het water. Het komt eraan. Jippie. Niet zo snel. Ik heb wel een heleboel ideeën. Wat is er van plan? Moeder zit vol verrassingen. Je wilt haar niet in de weg lopen. Dit moet lukken. Nu schilderen. De ladder is klaar. Geweldig. De glijbaan zal ook van pas komen. Heerlijk. Er ontbreekt iets. Hier is een gedachte. We hebben licht nodig. Het is geweldig, mam. Ik vind ze ook leuk. Zet het water aan. Niet doen. Waarom niet? Ik heb een staart nodig. Natuurlijk. Nu ben ik er klaar voor. Laten we gaan. Ik snap het niet. Waar is het water? Je zit op de tuinslang. Mijn fout. Ik bedoelde niet. Eindelijk. We vullen het zwembad supersnel. Verrassing. Laten we gaan picknicken in het zwembad. Klinkt goed. En iets speciaals. Een watermeloen Barbie zwembad. Zodat je een speelkameraadje hebt. Bedankt. Het is zo leuk. Veel plezier. Ik zal hier chillen. Waarom zou je moeder niet bij ons komen? Ik moet dingen regelen. Hallo? Zou je een duik met ons willen nemen? Niet vandaag. Waarom niet? Eerlijk gezegd kan ik niet zwemmen. Maak er geen probleem van. Het water zal nu als thuis voelen. Ik heb een staart. Goh, ik moet haasten. Veel plezier met zwemmen. Probeer niet te spetteren. Auw, dat is leuk. Mam,
Baby, laten we allemaal samen zwemmen. Natuurlijk. Zeemermin, doe mee. Ik heb in tijden niet zoveel plezier gehad. Het was echt magisch. Jammer dat ik terug moest naar een mens. Zoals je zegt, bedankt voor alles. Het eentje is tweede. Het zijn geen rivalen, het zijn maatjes. Samen spelen is zo leuk. We zouden een feest moeten geven. Een Hawaïaans feest. Ik heb een idee. Magische bubbels. Dat is nog beter. Zwem, Zeemermin. Laten we een wedstrijd houden. Wie bereikt als eerste de finish? Ik zeg dat we volleyballen? Joehoe! Jij slaat op. Oh, makkelijk. We zouden in plaats daarvan badminton moeten spelen. Wat dan ook. Sla het. Ik sla op. Dat is spannend. Hoi koningin. Wil je me adopteren? Hier is de kroon. Joepie, nu zijn we één grote blije familie. Tijd om te gaan. Hier is de kroon. Eindelijk. Je hebt mijn vergiffenis, Archibald. Schat, deze Zeemermin was degene die de kroon vond. Deze Zeemermin zal vanaf vandaag bij ons in het paleis wonen. Oh, een magische doos. Net wat ik nodig heb. Het zal me helpen koning te worden. Archibald, word wakker. Je bent oververhit. Ga een pauze nemen. Zeemermin, dit is je eigen persoonlijke kasteel in ons kasteel. Jammer, er is geen zwembad. Dat kunnen we maken. Kom op, schatje. Adem. Meer. Is dat een pomp of wat? Wil je me even helpen? Oké, ik zal helpen. Ik heb mijn been opgepompt. Een zwembad? Woehoe! Beeld schoon. Is dat een haai of wat? Mijn kleine doos. Er bijt iets. Hey Archie, wil je met me spelen? Klinkt als een plan. Wiens vin is dat? Archie, ik heb het naar mijn zin. Wie belt er? Spiegel? Hadden we een vergadering? Oké, ik kom eraan. Archibald, voer onze Zeemermin. Zorg dat ze haar eten opeet. Kom op, Nancy. Je moet iets eten. Anders wordt de koning boos. De broccoli zwemt recht in je mond. Nee! Kijk, Aquaman. Waar? Hier is een speciaal klein zeemermin-bestek. Er is niemand. Dit is zo mooi. Ik vind het leuk. Ik ga toch niet eten. Oké, in dat geval herhaal na mij. Neem dit. Dat is het. Voedselgevecht. Zo leuk. Wat is hier aan de hand? Schiet op, de koning komt eraan. Box, red me. Wauw, je bent er klaar mee. Goed gedaan, Archibald. Maak je klaar voor een koninklijke familiefoto. Lachen. Kom een beetje dichterbij. Oh, mijn doos. Kijk naar de flits. Mijn ogen. Nu kan ik de doos stelen terwijl niemand kijkt. We kunnen niet zien. Kom op, doos. Kom naar mij.
Ho! Wat is er mis met Archie? Dit is de slechtste foto ooit. Iedereen ziet er slecht uit. In het echt zie ik er niet zo dik uit. Een snufje oceaanmagie? Een magisch fotolijstje is klaar. We hoeven er alleen nog maar een foto in te doen. Elke foto ziet er 100 keer beter uit met deze lijst. Mijn hoofd. Het is trainingstijd. Dat doet pijn. Dit is een oefening voor echte koningen. Trek een zwaard uit de steen. Ik ben niet meer zo sterk als vroeger. Schat, je moet je oude spieren trainen. Je hebt gelijk, schat. 1, 2, 3, 4. Kom op. Nog een setje. Ga door, Archie. We zijn zo dicht bij mijn oude niveau. Koninklijke yogales. De zenuwen asana's hebben nog wat werk nodig. Bruce, weet je nog hoe je eruit zag toen we elkaar voor het eerst ontmoetten? Kom op, werk harder. Oké, schat. Ik kom wel weer in mijn ritme. Fijne verjaardag, schatje. Hier is je koninklijke taart. Wow, zo schattig. Dit zijn mijn vrienden. Mam, pap, dit is Sigmund. Mijn beste onderwatervriend. Haar verjaardag. Leuk. Goedemiddag. Hou op met schreeuwen. Ik wil een cadeau voor de zeemermin. Gemaakt van deze schelp. Oké, het zal klaar zijn. Uw oorbellen zijn klaar, meneer. Dank u zeer. Je bent een uitstekende juwelier. Fantastisch. Hey, hoe zit het met het geld? Fijne verjaardag, Zeemermin. Hier is je cadeau. Oh, bedankt. Hier is een cadeautje voor mij. Het is vandaag tenslotte ook mijn verjaardag. Kom op, geef me de doos. Mijn fout. Ik wilde je niet kwetsen. Trouwens, de oorbellen zijn mooi. Goedemiddag, mijn trouwe onderdanen. Verwelkom ons nieuwe lid van de koninklijke familie. Zeemermin Nancy, de zeeprinses, zal van nu af aan in het paleis wonen. En we hebben een speciale kroon voor haar. Nancy is nu een koninklijke zeemermin. Dank jullie allemaal. Hey Bruce, uw majesteit. Eeuw, de koning slaapt. Geen tomaten. Laat het bloemen zijn. Nu hebben we het ergens over. Mijn volk houdt van me. Nee, ik haat dit. Ik teken dit niet. Koningin, laten we spelen. Speel, speel, speel. Goed, wacht 1 minuutje. Archibald, speel met de zeemermin. Ik daag je uit tot een duel. Voor geld. En jij? Hoe zit het met je doos? Goed. Jullie weddenschappen zijn geaccepteerd. Het duel gaat door. Maar ik heb geen geweer. Een blaster? Nou. Nee. Goed dan. Wat dacht je van een knuppel? Oh, dat is gevaarlijk. Die vleermuis sloeg me in elkaar. Je bent een loser met een staart. Robin Hood's boog. Why? Slecht idee. Nou, bescherm jezelf, Zeemermin. Eén momentje. Hier is mijn zwaardvis. Bescherm jezelf, Archibald. Wat? Dit speelgoed? Dat is geen echt wapen. Alsjeblieft. Mijn kleren. Ik kan beter die gevaarlijke vis weghalen. Jij wint, Zeemermin. Goed gedaan. Schatje, ik ben moe van het werken. Waarom help je me niet met deze wetten? Goed dan. Archibald, waar ben je?
Ik ben hier. Wil je me helpen met mijn werk? Ik kan je wel wurgen. Archibald. Absoluut, ik ga aan het werk. Kijk, schat. Ik heb Instagram op de spiegel geïnstalleerd. Teken de papieren, schat. Wat dan ook. En ik kan eindelijk chillen. Ik ben zo ziek van mijn baan. Ik wou dat ik koning kon zijn. Wow, mijn wens is uitgekomen. Ik ben nog steeds maar een butler. Ik haat het. Hey Archie, slechtste dag ooit. Ik haat deze hele plek. En jou, Nancy. Dus ik heb je doos nodig om dingen te veranderen. Wapenstilstand? Als je de doos zo hard nodig hebt. Hier, hij is van jou. Echt, mijn wensen zullen uitkomen. Ik ben niet zomaar een butler nu. Zemermin, ik heb je niet meer nodig. Dat is zo oneerlijk. Jij, ik regel dit wel, schat. Ik heb mijn zwaard nodig. Bescherm jezelf, Archibald. Zo eng. Het punt is, je bent de koning niet meer. Schatje? Ik ben nu je schatje. Jij, aanbid me. Oh, mijn geliefde koning. Dat is veel beter. Mijn droom is uitgekomen. Ik zit op de troon. En ik ben het middelpunt van de aandacht. Maar dit alles gaat snel vervelen. Ga weg, butler. Kijk niet zo naar me, koningin. Zemermin en ik hadden zo'n leuke tijd. Ik moet toegeven, ik mis het. Oké. Het is tijd om de dingen terug te brengen naar hoe ze waren. Ik wil geen koning meer zijn. Tijd gaat terug. Archibald! Wacht, hij is veranderd. Wat? Hij is nu aardig. Of niet, Archie? Hier is je doos, Zemermin. En de drietand. Je mag hem houden. Oké. Ik heb al bedacht wat ik ermee ga doen. Een zwaard en een drietand zijn een droomteam. Je hebt het juiste gedaan, Archie. Je bent onze favoriete butler, Archibald. En we zijn allemaal één grote gelukkige familie.